Yeah, it's fantastic to be back. I had a break now for like 5-6 months, but it's important now to make sure that I get into the mix now, and then making sure I give myself a chance to go to that that final squad to Rio. And for that, this Assupol Sevens is crucial for you and for a number of other guys. Yeah, I must say, it's a fantastic tournament for us to showcase what we've trained throughout the past 3-4 weeks. And we just gel together, making sure that we keep to our structures, we keep to the basics of our game, and making sure we gel together to make sure that we can be successful when it comes to Rio in August. Talking about Rio is not exactly the weather you're going to be getting there. It might be wet, but not this cold. Yeah, I'm not sure what the weather is going to be like that side. So it's going to be my first time if I'm going to Rio. So it's important just to make sure that we don't focus on those small little things. It's important to focus on the game and the rugby and making sure that we keep winning. Een paar weken afgevat van die sevens af en ik was bij Super Rugby geweest. So, om terug te wees, om weer die cultuur en die ouwens weer te zien is absoluut fantastisch. Maar het is belangrijk om samen te werken en om zeker te maken dat ons succesvol kan wees aan het kom bij Rio. Voor spelers zoals jij wat nou voor geruime tijd buiten was of uit was, is het toernooi zoals je Assupol Sevens neem ik aan deurslaggevend? Ja, ik moet zeggen, om weer terug te komen van die 15 stand is altijd twee verschillende koers. En ik bedoel, om hier te komen en weer die basics op te tellen. En hier die toernooi geeft ons die perfecte platform om het te doen. Vooral voor mij en Brian, Gio en wie allemaal van die 15 afkomen. So, maar het is nog steeds zeker maken dat het een goede rugby speel, win rugby speel en succesvol kan zijn aan het komen in augustus maand. Zeker.